Oh, hey, ik sta hier bij Latij, hartje Amersfoort. Ik heb een afspraak met Frank en Brechtje. Zij gaan me alles vertellen over carte blanche. Wat het nou is, hoe het in zijn werk gaat. Kom mee. Goedemiddag. Ik ben bij het bouwbord geweest, bij het pionierkwartier. Volgens mij zijn het precies dezelfde beelden. Ja. Dus zo gaat het er straks uitzien. Zo kan het eruit zien, maar zo gaat het er niet uitzien. Want zo kan het eruit zien, carte blanche, deze tekeningen staan nog niet vast in. Nee, want mensen stellen hun eigen huis samen. Dat is het mooie van carte blanche. Je hoeft geen architect te zijn om je eigen woning te ontwerpen. Dus je kan hem helemaal zelf samenstellen, zoals jij dat wil. En eigenlijk zelf bepalen hoe je wil wonen. En dat is het unieke eigenlijk. Wat leuke is dat, behalve dat je gevels kan kiezen, ook architectuurpunten krijgt. Oké. En daarmee kan je de gevel dus ook nog helemaal persoonlijk maken. Dus als jij een luifeltje wil of wat anders, dat is helemaal aan jou. Hoe kan ik een keuze maken tussen al die keuzes? En dat hoeft niet, want je hebt keuzes op de woonconfigurator. Kan je alles aanklikken wat jij mooi vindt. Mm-hmm. En dan zie je op je scherm, zie jij jouw huis zie je veranderen. Het belangrijkste is, kom je er samen uit met je vriendin. Ja. Krijg je daar een discussie over, maar ja, je kan oneindig samenstellen. Ik ga vanuit mijn luie stoel, warm en droog, aan de slag om mijn droomhuis te creëren. Zonder architect. Opties aanklikken, doorklikken. Als het aan mij ligt, wordt het type C met uitbouw. Ik vind het industriële veel toffer. Het is toch veel toffer. Zo recht, dan zijn nog een beetje... Ik vind dit te druk. Deze? Ja, dat vind ik echt te druk. Oh, dat vind ik echt wel leuk. Ik vind dit wel leuk. Nee, dit is echt niks. Wat we gaan doen vandaag is even de locatie doornemen en de keuzes, de mogelijkheden die er zijn. Jullie hebben op zich al zelf een keuze gemaakt voor een bepaalde stijl. Alleen wat we gaan doen is toch nog eventjes de basis, de plattegrond even doornemen. En vervolgens gaan we dieper in op jullie keuzes. Loop gewoon even langs de stappen die we in het scherm hebben staan. We hadden het net al eventjes over gehad, het type C. Maar jullie wilden ook de uitbouw van 2,40 meter. Ja. Denk een juiste keuze. Zeker de eerste verdieping in het kantoor gaan. Ja. En dan hebben we de tekeningen ook eventjes doorgenomen. Ja. Uitvoerig. Dan hebben we hier de samenvatting. Het magische document. Het magische document waar alle punten op staan. Zo, wat een volle dag. Carte blanche, wat een gaaf concept zeg. Volgende keer meer pionierkwartier. Ik ga verder pionieren. Doei.